dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en mijn baard, kan ik er ooit aan wennen? Ik heb geen idee, maar dat is precies hetzelfde met als ik mijn haar ga doen. Kan ik er ooit aan wennen? Ik denk het niet. Maar het is nog steeds november, dus die baard die blijft nog even staan. En ik weet niet hoe het met Tim zit. Heb jij ook je baard laten staan de hele novembermaand al? Nee, nog niet. Ik heb één keer geschoren. Oh, cheater. Ik heb hem wel laten staan. Ja, die heb je wel. Grote baard. Ja, mooi. Wij zijn onderweg naar Limburg. Daar is namelijk de Enzo Knol Tour nummer 8. En ik heb er ontzettend veel zin in, want dat betekent dat ik weer 300 kijkers ga ontmoeten samen met D. En het wordt echt heel erg awesome. Het is Zwarte Piet. Oh, is Zwarte Piet pepernoten? Ja. Als ze ook fixen? Ja, fix pepernoten. Snel, zo snel. Zwarte Piet, mag ik pepernoten? Tuurlijk! Ja! Oh, ik was aan het slapen, maar ik werd wakker gemaakt zo. Omdat het Zwarte Piet is. Dat is Enzo Knol! Hey! Wil je ook pepernoten? Ja, gooi maar naar binnen, hopsakee. En gooi maar even op de bestuurder als je wil, raampje open. Hier. Op hem mag je gooien. Hoppakee! Dankjewel! Lekker, heel veel plezier nog! Ja, dankjewel! Doeg! Gaan we nu heen? Ik denk waar we heen moeten. Ah, ik heb echt een valreur. Hey, heb ik even pepernoten gefixt? Ah. Dit is de parkeerplaats, dus hier moeten we sowieso uit. Oh, jullie hebben het gevonden of niet? Nee. Oh. We zijn binnen. Pam, pam, pam. Wow. Donkere ruimte. Oh, het stinkt hier. Maar hier zijn we dan. Wow, wat is dit joh? Gewoon een podium. Wow, deze zaal is super gezellig, hè? Ik denk allemaal kerstdingen en zo. Alsof we gewoon het bal gaan krijgen hier zo. Weet je wel? Oké, schatje, het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Halt, Leibling. Hey. We zijn een videoclip aan het maken. Tim en ik maken een videoclip van D. Kleren uit. Kleren. Nou zeg, Tim, dat hoor ik te zeggen, niet jij. Oh my god. Kutclip dit. Oké, okay, ik heb er super veel zin in. Ik heb hier weer een stift. We gaan weer honderden handtekeningen zetten vandaag. We gaan met 300 mensen in totaal, misschien wel iets meer nog, op de foto. En het gaat super lijp worden. Ik heb er zin in. Geniet ervan. Oh, de drop komt bijna. Dus ik film nog even door. 1, 2. Oh, het duurt nog iets langer. Hey. Succes met filmen, Tim. Nee, dankjewel. Jij ook, hè. Succes. Hij probeerde uit mijn shot te lopen, maar dat lukt niet. Ik film hem gewoon door. Ja, dit wordt de allereerste partypopper. En jij krijgt de eer, jongen. Doe maar in 3, 2, 1. Draai hem. Draai hem. Het is alweer een tijdje geleden, maar het is het bord. Hey! Super tof. Kijk dan, alsjeblieft. Heel erg leuk dat je er was. Je mag hem hebben. Doei doei! En daar gaan ze. Nu zijn er genoeg kijkers geweest bij zo'n meeting die heel erg graag bij me op de rug willen voor een vette foto. Dan gaan ze al even poseren. Maar nu is het voor de allereerste keer andersom. Dus nu ga ik bij jou op je rug en dan gaan we een foto maken. Dat gaan we doen. Oké, okay, gaan we staan? Weet je zeker dat je mij kan houden? Ja, hoeveel weet je? Ik weeg de 80 kilo ongeveer. Oké, okay, komt. Ja, 1, 2. What's up? Kijk eens aan, man. Super tof, man. Tof dat je er was. Oh mijn god, het is een kabouter. Dit betekent maar één ding. Nou. Op de beat, op de beat. Wacht even. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Kan het niet. Waar kan het niet? Eindelijk bewijs
Dat je het niet in één keer doet. Man. Nee! Dit is gewoon voor bumper, hè? Het is gewoon voor bumper. Wacht. Oh, ah. We hebben er allebei in. Ja, dat is goed zo. Geen meer hokje. Ja, gooi bal. 1, 2. Oh yeah, baby. Check wat ik hier zie liggen. Day! Rennen, Day! Kom maar! Wow! Oké, zullen we weer beginnen? Ja. Ronde 2, we hebben er zin in. Omdat ik ze net tegen Tim aanschopte, mag Tim knallen tegen mij. Komt hij? Ja? Ben je klaar? Ben je klaar? Nee! Oh. Oh. Dankjewel. Hey! Aangezien ik in Limburg ben, puntje. Een Limburgse taart, tuurlijk. Hoe ziet die taart eruit? Taart? Gaat dat lukken? Oh, ik weet wel wat ik straks ga eten. Dankjewel. Echt super top. Nom. We staan nu hier boven en we zijn de hele tijd een timelapse aan het maken van elke ronde. Ziet er super vet uit. Er komt weer een mega vette aftermovie. Linkje staat in de beschrijving. Gemaakt en gefilmd door Tim. Dus dat is wel echt ontzettend tof. Er heeft iemand hier een hele mooie gitaar meegenomen. Jeetje, Nina. Hier ga ik even mijn handtekening opzetten. Ja. Hebben jullie het naar je zin? Ja! Dat is wel een duidelijk antwoord. Yeah. Er zit hier iemand op breakdansen, mensen. En we gaan even genieten van deze show. Hey! Woo! Oh! Hey, nice. High five, man. Yes! Oh, ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Heb ik gekregen van deze lieve kijkers. En jullie vriendin kon helaas niet bij zijn. Nee. Maar toch wel even de groetjes aan jullie vriendin. Hoe heet ze? Charlie. Charlie, groetjes aan jou. Dit was de meeting, mensen. Het was echt super tof. Hebben jullie het allemaal naar je zin gehad? Hey! Er staat hier nog een klein clubje van het einde. Ik vond het super tof. Jullie gaan het allemaal terugzien in de vlog. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette... Peace! Yeah, we sluiten af in een dab. Ah, de politie is echt super baas. Die helpen ons heel goed. Yeah. Hoppakee. Oh, we moeten die kant op. Die kant, doeg. Doei. Dank je, doei. Kijk, ja, die politie echt... Twee liefste vrouwen ooit van de politie. Ja, ja, heel tof. Lief. Dus okay. Dankjewel, Venray, politie. Yes, shout out aan jullie. En tot de, niet de volgende keer, want we zijn hier nu al geweest. Ja, dan gaan we op naar de volgende provincie.
Hoi, hoi. Zo, dat is even een dikke gaap. We staan hier bij een tankstation. Tim die gaat wat eten halen. Deetje die gaat even plassen. En ik had last van mijn hak. Weten jullie nog dat ik mijn schoen moest inlopen en dat ik daar een blaar van had gekregen? Nou, die blaar die zit nu volgens mij vastgeplakt aan mijn sok. Kijk, hij zit echt goed vastgeplakt aan mijn sok. Ah, auw. Ah, jeetje. Oh, zo, alweer een gaap. Maar goed, ik ga nu verplaatsen naar achterin. Want Tim die gaat nu het laatste half uurtje rijden. Ik heb zo net al een uur en een uurtje gereden ongeveer. En dat vind ik echt wel even fijn hoor. Want ik was echt wel even moe. Vannacht dus niet zoveel geslapen. En dan kan ik nu nog heel even snel een half uurtje slapen. En soms heb je gewoon even zo'n powernapje nodig van een half uur. Oh, alsjeblieft. Lekker warme chocolademelk. Hoi. Hoi. Thanks babe. Dit kan ik wel even naar binnen werken hoor. Yes baby. Het zijn... pizza broodjes. Yeah. Oh. Wij kijken darten. Wij kijken darten. Ja. En ik had niet... Ho, ho. Oh, alleen helaas niet voor Barneveld. Ja, helaas. Het is Anderson tegen Barneveld. En Barneveld was altijd de enige die ik kende van darten. Ja, van toen ik klein was, zeg maar. Barneveld dart al lang, hè? Ja. En ik vind hem echt een hele leuke kerel om ook gewoon naar te kijken voor darten. En nu was het altijd zo dat ik naar darten keek als ik echt gewoon me verveelde. En voor de rest was er niks te zien op de tv. Dan ging ik maar gewoon darten kijken. En of het nou Barneveld was of niet. Maar nu vind ik het echt oprecht gewoon heel erg leuk om te kijken. Dus ik heb Barney ook net een tweet gestuurd van... zet hem op, je kan het. Good luck, mate. En het is spannend. En het is zo mooi. Als er dan 180 wordt gegooid, dus drie keer in de triple 20. Dan zit die kerel met zo'n epische stem. 180! Ja, dat doet hij echt super episch. Dat doe ik hem niet na. Ik denk ook dat hij aan het einde van de avond best wel keelpijn heeft op een of andere manier. Ja, ik denk dat hij dat altijd heeft zo te horen. Ja. Yo, yo, yo. Weet je waar ik achter kwam? Als je dit doet, hè, moet je opletten. Oh. Episch. En weet je wat er gebeurt als ik dit doe? Kijk. Hard, hè, hard. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik ga even alle lichten uitdoen. En dan ga ik lekker slapen. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace.